bij weekvlog of vakantieweekvlog. Vandaag is het maandag en de laatste dag dat we in Nederland zijn. Voorlopig dan. Ik heb de kinderen vandaag gekampt, haar gekampt. Camille is helemaal blij met haar kraaltjes. Blij met haar kraaltjes. Nina loopt daarachter bij papa. Is ook helemaal blij met haar kraaltjes. Kijk, Nana, even kijken. Selina's haar is ook gedaan. Super schattig. Mijn haar is ook gedaan, maar ik moet een paar dingen verbeteren. En dan kunnen we gaan morgen. Nou jongens, goede avond. Een paar uur voordat we gaan vliegen. Ik ben al klaar met de koffer van de kids. Die gaat zo dicht. Nu ben ik bezig met mijn koffer. Ik ga jullie laten zien. Nu ben ik bezig met mijn tas, zeg maar. Dus ik hoop dat ik het vanavond... Ja, ik krijg het sowieso vanavond af. En ik hoop op tijd, want ik wil lekker op tijd gaan slapen. Ik heb mijn gezicht een beetje gefixt. Klein beetje. Niet te veel. Wij gaan zo die kant op. Ik ga de kinderen klaarmaken en dan moeten we rennen. Wij gaan naar Mexico. Jongens, we zijn aangekomen. Echt, het was een hele intense vlucht, vond ik, met de kids. We hebben iets van 10 uur gevlogen. En we hebben alles. Nana is er weer. Ja, we moesten sowieso een uur langer wachten. Ja. Door de mist. Ja, we hadden last van mist, dus we moesten een uur langer wachten. Er was op Schiphol nog maar één baan die ze gebruiken. Ja, dus nu lopen we naar buiten. En... Hopen we een goede vakantie. Finally, mijn date. Yes. Finally, yes, we are. We're in. Nou jongens, goeie avond. Wij staan hier bij een autoverhuurbedrijf. Want we gaan een auto huren voor de komende 10 dagen als het goed is. Maar het is wat later dan verwacht. Want het is nu 8:30 hier zo. Maar in Nederland is het nu... midden in de nacht. Wat er mij net is gebeurd is dat wij waren eerder hier bij de autoverhuurzaak. Ja, toen Wouter terugkwam, hij ging naar binnen informatie vragen en om de auto te huren. Toen kwam hij voor de paspoortvraag. Maar wat was er nou? Ik was de paspoort vergeten op de balie nadat we de bagages hebben gehaald. Moeten we helemaal terug naar de airport. Hele traject, zeg maar. Maar ja, we hebben het. En de stresskip is weer een beetje onstress, maar ik ben ontzettend moe. Nou, goedemorgen. We zijn wakker, we zijn aangekleed. Het is nu iets van 6:30, maar we zijn wakker sinds een uur of 3:30, denk ik alweer. Kinderen werden heel vroeg wakker. Dus ik moet even nog mijn make-up van gisteren afhalen, want we gingen echt naar bed. Om het aan de voeten. Maar jongens, we zitten in een huis. Gisteren al, toen ik binnen kwam lopen, dacht ik, nou, wat is dit? Het is niet extreem.
Maar het is gewoon niet schoongemaakt. Je ziet gewoon haar op de grond liggen. Gewoon heel veel haar. En de badkamer is zo nasty. Echt, sorry. Misschien overdrijf ik, maar... Oké, dat zijn laten schoenen. Maar... Kijk. Het is niet schoongemaakt. De wc is redelijk schoon. Maar dan zie je daar haar. Hier de rand is super nasty. En er ligt allemaal viezig haar gewoon... Het is gewoon niet schoongemaakt. Ik wil gewoon niet klagen. Ik heb gewoon twee kinderen. En mezelf en mijn man. En ik denk, nou, we hebben wel geslapen gisteren, niet zo slecht of zo, maar het voelde wel een beetje, ik voel me niet prettig. Dus Wouter had zijn kleren uitgepakt, maar nu weer ingepakt. Want hij zei, nou, ik blijf niet hier. Er zit ergens een koffer met alcohol erin. Nou, wij hebben het huisje niet gehuurd, zeg maar met de groep die wij zijn. Hier zijn, hebben we het huisje gehuurd. Dus ik weet niet of ze, of iemand hier woont en het huisje gehuurd. Nee, dit is echt niet kunnen. De kinderen die lopen wel, maar ik vind het echt nasty. Hebben de kinderen ook niet gedoucht. Ik heb ook niet gedoucht. Ik denk, nou, dat doe ik straks wel. Als we een oplossing hebben gevonden. Maar dit is wel echt erg. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het echt erg. Ik durf gewoon niks te doen. Ik ga kijken hoe ik mijn tanden ga poetsen zo. Gewoon met een flesje water. Gewoon even. En we zien wel. We zien wel. Ik loop in het gebied waar we zijn nu. In het parkje. Maar het ding is, we hebben het even geregeld met huis. Daar zijn we even met de eigenaar aan het bellen. Dat allemaal geregeld moet worden, dat de schoonmaker moet komen. Maar wij gaan dus een douche nemen. In de zwembad! We gaan er maar wat leuks van maken. Wat zit je daar zo tropisch met je koffie? Het is al 9 uur ochtends. Ja, dus ja, met een beetje pak in een kamertje. Ik moet echt een bikini aan. Wij, ik ook. Ik ook. Wat voor te aan heb ik hier aan? Het water is niet ijskoud. Celine is lekker met haar oompie aan het spelen. Hier lekker de gras aan het maaien. Maar het is wel mooi hier achter. Ja, ik denk dat ze gewoon even kijken of die vrouw gewoon nog even gewoon echt een schoonmaker kan. Ja, dat heeft ze gebeld. Ze heeft net gebeld toen ik daar was. Hoorde ik haar bellen. Want kijk, als ze een schoonmaak sturen, vind ik dan allemaal papieren prima. Ja. Als ze maar lekker schoon is. Als ze in ieder geval maar... Kijk, het minimale dat ik zeg maar het uiterste dat ik kan blijven, dat ik de badkamer niet gebruik, maar wel dat al die haren en alles wegrijdt. Ja. Die sterke drankfles en stinkschoenen en die kleren. Ja, want dit loopt gewoon naar Ian, dan ga ik gewoon lekker mijn tanden poetsen en de kinderen even douchen. Nou, ons huis was wel lekker.
op een markt. Ja, markt. Noem je dit een markt? Een soort plein. Allemaal leuke winkeltjes. Met gezellige muziekie. Ik heb nog steeds geen prullenbak gevonden van mijn doekie. Wat een interessante vlog dit weer. Goedemorgen, vandaag is het donderdag, laatste dag hier in Playa del Carmen. We gaan naar de, even kijken, staat het in de app, cenote, we gaan naar de cenote. En ik ga hem klaarmaken, want dan gaan we over twee uur weg. En ik moet even deze haartjes ook even fixen, want girl, of laat me zeggen, ik heb gisteren gezwommen, echt lekker gesnorkeld. Echt mooie, mooie plekken gezien, maar... Je moet opofferingen. Dus ik ga me klaarmaken nu, zodat we straks weg kunnen. Spreek je straks.
nu gaan we lekker naar het strand. Ik heb een beetje hoofdpijn, maar we maken er wel een leuke dag van. Ik moet gewoon wat eten of drinken. Te weinig gedronken, denk ik. Hoe heet deze strand ook alweer? Punta de Esmeralda. Esmeralda. Oh, top. Zie je? Geweldig als je een schoonvader hebt die voor je zorgt. Ik heb water. Ik heb water gekregen. Ik heb ook water in mijn tas, maar mijn handen zitten vol. Nou, we gaan ervan genieten. De zon is bijna onder, dat is mooi. Ga ik mooie foto's maken van de ondergaande zon. Gaan we even naar Tulum, denk ik. Wacht even, het licht is op de grond. Tulum. En daar gaan we even rondwaaien in de cave. Wout heeft vanochtend een auto kunnen regelen en daar ben ik blij mee. Dan kunnen we meer in de auto's passen en dan kunnen we gaan. Dan hoeven we niet meer te proppen ofzo. Yes, we gaan die kant op zo. Helemaal klaarmaken, we hebben ze allemaal alle koffers. Even helemaal klaarmaken zodat we zo weg kunnen. Dus vandaag ga ik een beetje filmen. Kijken wat te filmen is, of er iets leuks gedaan wordt. En jullie zullen het wel zien. Vind je het leuk? Ja, ik ook. Kon je telefoon ook hier niet? Wow, te veel om de heup. Het is een beetje aan het buigen anders. Oké, there we go. Hij is daarvoor. Hé, Sunchi. Tot vannacht. Sunchi, mijn moes. Ben je nog een beetje blij? Dag, maar ook een nieuwe plek. We zijn gisteren aangekomen op deze plek waar we nu zijn. Sorry voor de face, ik heb echt dikke ogen. Ik heb heel kort geslapen gisteren, voelt het. Maar het valt best wel mee. Ik ging om 11 uur naar bed, maar werd om 6:30 wakker vandaag door de kids. Maar om even terug te komen, weer een nieuwe dag. Vandaag is het. Nou, ik kan het niet. Zaterdag. Gisteren zijn we hier aangekomen. Ik ga jullie even laten zien waar we zijn. Straks ga ik natuurlijk meer filmen hoe het eruit ziet. Maar ik ga even laten zien.
zien hoe het eruit ziet op het balkon. Dit is ons balkon. Lekker inhangen. Kinderen spelen. Dus ja, nu zie je het niet heel goed omdat er allemaal bomen en alles zitten. Maar we zitten zeg maar bij een. Hoe noem je dat? Een meer, zeg maar. Een meer. Ja, maar ik kwam niet op een naam. Een meer. Ik laat jullie even zien hoe het eruit ziet. Super mooi. Zeg maar, ik draai even. Dit is ons huis. En daarboven is er nog een huis. Even kijken of ik het zo kan laten zien. Daarboven. Ja, daar is nog een huis. Ik zoom even in. Even kijken. Daar zo. Daarboven. Dan heb je hier zo. Een hele mooie plekje. Ik kan echt heel draag kijken. Juleha. Nou, de regio waar we in zitten, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Het stadje. Dat heet Juleha. Juleha. Moet nog oefenen. Maar hier heb je dan dus ook nog zo'n plekje waar je met je hangmat kan zitten. En dan kan je hiervan naar beneden kijken. Omhoog. En hier naar beneden met de trap, want hier is wat dieper en hier kan je gewoon duiken, want hier is het echt. Er is hier zo'n soort vogel, die maakt prachtige geluiden. De zwart vogel, daar is die. Ik weet niet of je dit goed kunt zien, maar ik hoop het. Hij maakt echt heel prachtige geluid. Hopelijk kunnen jullie het horen op de... Hij lijkt op een, ik weet niet of het een reiger is, zo'n zwarte vogel die we ook in Nederland hebben. Maar hij is veel mooier, hij heeft zo'n paarsblauw bloed in zijn vacht. Hoor je dat? Jongens, ik voel me een beetje moe. Het is niet zo lekker. Waarschijnlijk nu omdat ik niet te veel. Ik heb niet zoveel water gedronken. Dus ik ga even liggen. Ik ga even anderhalf uurtje liggen of zo. En Wout is met de kids. Camille heeft een zwemvest aan. Selina moet ook even een zwemvest aan. Zodat ze lekker kunnen spelen. En dat ik even rustig kan gaan slapen. Ik ga even een dutje doen. Celine en ik gaan op de kano. We zijn helemaal klaar. Kamchi. Kamchi, say hallo. Hallo. Mama, draai om dan. Hey, Nana! Woehoe! Bye bye! Bye bye, Baba! Kami! Yoehoe, Baba! Yoehoe! Kami, say hello! Hello! Yoehoe, Baba! Thank you.
Nou jongens, ik ben lekker bruin zoals je kunt zien. We zijn hier bij, hoe heet het hier ook alweer? Cocala, Cocalita? Ja. We zijn hier bij Cocalita. Ik heb net een duik genomen, even foto's met Wouter gemaakt. En eentje met Selina, maar Camille was al uit. Dus nu even drogen en dan gaan we die kant op. Gaan we weer naar huis, denk ik. Of eerst boodschappen doen. La 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 la. Life is life. Nou, goedenavond jongens. Ik ga de dag vandaag afsluiten, maar ook gelijk de weekvlog. Oh, mijn camera is een beetje vies. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en vergeet niet te liken als je deze film leuk vond of video leuk vond. Ik heb een hele leuke dag vandaag gehad. En niet zoveel gevlogd, maar dat komt morgen wel. Morgen begint weer een nieuwe weekvlog. En ik zie jullie in mijn volgende vlog. Tot dan. Ajoe.